Zijn die lui bij BNN Vara, hè? Zijn die nou voorkomen getikt? Ja, het lijkt er wel op, hè? Ja. En bij die NPO? Zit daar niemand meer met verstand in de leiding? Ja. Dus wat hebben we nou weer gezien? Bij de Sofie van Jeroen. Daar komt dus, dan laten ze gewoon 20 minuten lang, of weet ik veel, een terroriste, veroordeelde terroristen aan het woord. Heb je dat gezien? Ja, die mevrouw die zat bij de Hofstadgroep, weet ik veel. Die had een mitrailleur en die hadden ook nog allerlei aanslagen beraamd op personen, op politici. En die in 3 jaar in de cel gezeten. En die laten we daar een beetje 20 minuten een beetje wauwelen. En een beetje babbel de babbel. En dan zit dat, ja. Dus dat is al misverstand 1. Ja, daar bij BNN, VARA en die NPO. Hoe haal je dat nou in je hoofd? Wat is dat nou voor een respectloos gedrag ten opzichte van de kijker? Alsof ik en jullie ook. Alsof wij niet goed bij ons hoofd zijn. Ja, alsof wij het leuk gaan vinden dat er een veroordeelde terroriste, ja, die ook nog eens een keer geld heeft afgedroggeld. Van die Bolkestein bij de VVD. Daarna is hij die VVD uitgegooid. Alsof wij daarop zitten te wachten. Nee. Dus dat is 1. En dan ten tweede, het allergrootste misverstand is dat dit interview wordt gedaan door de Sofie van Jeroen. Nou zeg, heb je dat gezien? Ja, daar kan je een stikkertje lichtgewicht op plakken. Maar eigenlijk is dat klopt dat stikkertje niet, lichtgewicht. Nee, dus ik ben even gaan zoeken in de bokswereld. En daar heb je dan, nog lager is dan vedergewicht. Bantamgewicht, ja, nog lager, maar die is ook nog niet geschikt voor haar. En dan kom je onderaan terecht bij vlieggewicht. Ja, dat past. Dat stickertje past op het hoofd van die Sofie. Wat een gesprek was dat. Niet één kritische vraag. Wat is dat die Sofie toch ook al een babbelende bloemetjesjurk? En die mevrouw die mocht de gang maar gaan. Nou, en dan het allerergste is dan ook nog eens een keer dat deze Sofie van Jeroen, die gaan we straks op het vlaggenschip zetten. De late night talkshow. Op 1. Op het eerste net van de NPO. Dat moet zij dan gaan dragen ook. Hey vrienden daar. Is er nou helemaal niemand bij die NPO die na gaat denken en denkt van, ja maar dit kan natuurlijk helemaal niet. Nee, hoe gaan we, ja, hoe gaan we dat middelmatige meisje uit haar lijden verlossen? En nog even wat, hoe ga je het enorme drama en de afgang van de talkshow in de toekomst, hoe ga je dat voorkomen? Hey, jongens bij de NPO en BNN-Vara, alsjeblieft aan het werk!